Het bericht dat Millie dood is teruggevonden komt hard aan bij de leerlingen en docenten. De lessen gaan vandaag wel gewoon door, maar er wordt wel uitgebreid stilgestaan bij haar overlijden. De docenten hebben de kinderen zelf geïnformeerd en gelegenheid gegeven om over de emoties te praten. Dat gaat uiteraard de hele dag door. Ik denk niet dat de kinderen vandaag zoveel zullen leren. Maar we proberen toch de kinderen op school te houden, zodat ze hier hun gevoelens kwijt kunnen. En we proberen ook die kinderen die het er echt moeilijk mee hebben, die proberen we apart te nemen. En die bieden we hulp aan van schoolmaatschappelijk werk en slachtofferhulp en onze eigen counselors uiteraard. In de aula van de school is een herdenkingsplek ingericht waar leerlingen een bericht kunnen achterlaten. Velen van hen hebben de behoefte om over het drama te praten. Schokkend, erg heftig allemaal. Ja, het is toch iets opeens heel dichtbij, weet je wel. Met die net en die hongerweet was het ook heel erg. Maar ja, dit is toch dichterbij. En ja, hij had het ook kunnen zijn, of ik, of mijn zus. Ja. Ik heb het gisteren op tv gezien. Er wonen heel veel mensen van school. Die wonen daar in de buurt. En ik heb heel veel ervan meegekregen. Ook de directeur vernam het nieuws gisteren via de televisie. De afgelopen week had hij regelmatig contact met de politie, die ook op school langskwam. De politie die heeft vanaf de eerste dag hebben ze heel veel met kinderen gesproken. Alle kinderen uit Millie's klas zijn in kleine groepjes gevraagd van: kunnen jullie iets vertellen over waar Millie, met wie Millie omging? Kun je ons op een of andere manier aanwijzingen geven zodat we ze terug kunnen vinden? Ja, en dat is eigenlijk gewoon tot gisterenmiddag toe. Gisteren aan het eind van de middag zijn hier nog computers opgehaald. Dus we hebben eigenlijk voortdurend contact gehad met de politie. U zei, er zijn ook computers opgehaald hier uit school? Er zijn ook computers uit de school opgehaald. Want ja, de politie zocht naar aanwijzingen. Die hebben dagenlang natuurlijk totaal geen idee gehad van waar is ze, hoe kan ze zijn verdwenen. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want het was gewoon een doorsnee brugklasleerling met niet zo'n hele bijzondere levensstijl. Dus waar moet je dan gaan zoeken? De directie zal binnenkort contact opnemen met de ouders van Millie om hen te vragen of ze willen dat hun dochter op school op een bepaalde manier wordt herdacht.